Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en dit is de les 382. Als eerst haal ik dit slotje even weg door Alt in te houden en dan hierop te klikken. Dat kan één keer zijn, dat kan twee keer zijn, dat moet je even zelf checken. Dan ga ik hier naar het gummetje. Even kijken waar die staat. Hier het tovergummetje. En ik haal het gehele achtergrond weg. Ik maak dan hier een nieuwe laag aan. Die zet ik naar beneden toe door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Ik ga hier naar het emmertje. Ik pak wit bovenaan en ik klik hierop. En dan zie je dus dat de achtergrond wit wordt. Maar hij is los van de vrouw. Dan ga ik hier boven naar het ovaal selectiekader. Ik zorg dat ik aan de lijn kant van het haar sta. Ik trek een rechte streep en daarna haal ik hem naar boven toe. Ik doe dan hier bij de selectietool. Doe ik dan de rechtermuisknop en dan zeg ik selectie omkeren. Ik pak dan hier de gum. Ik maak hem groter. Ik ga dan op deze laag staan. En dit gedeelte haal ik dan weg. Daarna ga ik dan weer hier naar de selectietool. Ik zeg weer selectie omkeren. En ook dat gedeelte ga ik dan met het gummetje weghalen. Ik ga dan nog één keer even naar de selectietool. Selectie omkeren. Want ik ben daar een klein stukje vergeten. Zo. Ik ga de selectie weer opnieuw omkeren. Ik maak dan een nieuwe laag aan. Ik zorg dat ik hier de penseel heb. Ik kies hier even voor zwart. En ik ga dit gedeelte inkleuren. Daarna doe ik Ctrl-D. En Ctrl-D is de selectie weghalen. Ik ga dan met Alt inzoomen. Ik ga dan naar deze laag. Ik pak dan hier de clone tool. En ik ga dan met Alt inhoudend klik ik met mijn linkermuisknop een stukje op het haar. En dan ga ik dit gedeelte bijwerken. Ik ga dan naar de bovenste laag. Ik doe daar Ctrl-T. Ik hou Shift in. En ik trek dit gedeelte een stukje omlaag. En dit gedeelte een stukje omhoog. En daarna klik ik op Enter. Ik pak dan de volgende foto. Ik selecteer hem door middel van Ctrl-A. Doe Ctrl-X, dat is knippen. Ik haal deze weg, die heb ik niet meer nodig. En dan doe ik Ctrl-V. Ik doe dan Ctrl-T. Met Alt en scrollen met de muis maak ik hem even wat kleiner. En dan kan ik met Alt hem naar binnen trekken. Dat is CC. En met CS doe je dat met Shift. Ik zoom dan weer in. En ik ga dan hier de 100% even omlaag halen. Om te zien hoe ik hem wil hebben. Daarna klik ik op Enter. Ik ga dan met Ctrl inhoudend dit plaatje klikken. Dan zie je dus dat hij geselecteerd wordt. Ik ga hier naar de selectietool. Ik zeg selectie omkeren. Ik ga dan naar dit plaatje en dan klik ik op Delete. Daarna ga ik hier weer naar de 100%. Daarna doe ik Ctrl-D en dan zie je dus dat er een stuk C op haar hoofd is gelegd. Dan ga ik naar de vrouw toe. Ik pak hier aanpassingen. Ik kies hier voor de weegschaal. Ik wink dit aan, want ik wil alleen de vrouw aanpassen. En dan ga ik hiermee
naar links toe. En deze naar rechts toe. De paars haal ik een beetje deze kant in. Want ik wil meer naar de groen toe. Zo. Nou, dit vind ik wel mooi. Terug naar lagen. Ik ga dan inzoomen. Ik ga heel even terug hier naar de vrouw. Ik pak hier de snelle selectie. Ik selecteer hier de lippen. Ik ga terug hier naar deze laag. Ik pak dan hier de penseel en zwart bovenaan. En dan ga ik hier overheen. Daarna doe ik Ctrl D. Ik ga even hier terug naar de vrouw. Ik pak hier dan de clone tool. Ik hou Alt in. Ik clone het gedeelte wat ik gekloond wil hebben. En dan ga ik het hier even klonen. Dan gaan we weer naar de volgende stap. We pakken hier weer de selectietool. Ik selecteer dit gedeelte. Met Alt kun je corrigeren. Ik selecteer dit gedeelte. Dat laten we zo zoals het is. En ik selecteer dit gedeelte. Daarna ga ik hier weer terug naar de mask of de kleurbalans. Ik heb hier weer de penseel. Zwart bovenin. Ik maak hem wat groter. En dan ga ik hier overheen. En daarna doe ik Ctrl D. De ogen wil ik graag zo houden. We zouden kunnen kijken hoe het resultaat is als we het wel doen. Dus ik ga heel even hier terug naar de snelle selectie. Ik selecteer de ogen. Met Alt kun je corrigeren. Dat doe ik bij die andere dus ook. Zo. Hier nog een klein stukje weghalen. Ik ga dan weer terug hier naar die mask. Pak weer de penseel, zacht bovenin. En dan ga ik deze ook even zo doen. Daarna doe ik Ctrl D. En dan ga ik even kijken of ik dat mooi vind. Ziet er best wel leuk uit. Nou ja, die keuze kun je zelf maken. Of als je blauw wil houden, of dat je ze weer terughaalt naar de originele kleur. Maar ja, we zijn al een heel stap verder. Dan open ik de volgende foto. En ik ga dan... Bij CC is het natuurlijk heel erg makkelijk om hier gewoon naar de selectietool te gaan. En dan zeg je hier onderwerp selecteren. En dan wordt de persoon en het kleine kindje wordt dan mooi geselecteerd. Ja, dat ziet er goed uit. Even checken zo. Ja. Maar ja, voor degene die natuurlijk geen CC heeft, moet je dat zelf doen. Nou ja. Om het goed te doen, pak je gewoon de pen tool. En dan ga je, en ik zal het een stukje laten zien, ga je aan de binnenkant, let goed op, aan de binnenkant ga je, zeg maar zo, de persoon helemaal netjes uitknippen. En als je dat dan gedaan hebt, ik ga nou even ruw eromheen zo, en dan heb je dit gedaan, dan ga je hier naartoe en dan doe je dit en... Natuurlijk dan wel binnen de lijn, maar het is alleen maar om jullie te laten zien wat ik dan doe. Dan eindig ik dus op het puntje waar ik begonnen ben. En daarna doe ik Ctrl Enter en dan heb je de persoon en het kindje dus geselecteerd. En daarna doe je Ctrl X. Nou, ik ga dus het zeg maar op de manier doen zoals het in CC kan. Ik klik hier gewoon de snelle selectie aan. Ik zeg onderwerp selecteren.
En dan doe ik Ctrl-X. Daarna ga ik terug naar de andere foto. En daar doe ik dan op de bovenste laag Ctrl-V. Ik doe dan Ctrl-T. En met Alt inhoudend maak ik hem kleiner. Dat bij CS Shift is. En ik zet hem dus in de positie waar ik hem wil hebben. En dat is ongeveer hier. Straks gaan we hem nog iets anders aanpassen. Maar dat is nu zoals we het willen. Oké. Dan ga ik hier boven bij aanpassingen. Ga ik dan hier naar de weegschaal. Ik vink deze aan. Want ik wil namelijk alleen de vader en de dochter aanpassen. En dan met de blauw ga ik een beetje spelen. Tot ze ongeveer dezelfde gloed hebben. Zo. Niet te veel. Gewoon een beetje. Oké, we gaan dan terug weer naar de foto die we net gebruikten. En wat ik ga doen, ik pak hier de vierkante selectie en ik selecteer ongeveer, hij mag ietsjes hoger, zo, dit gedeelte, dus net hier onder de voet. En dan doen we Ctrl-X. Dan kunnen we deze foto kunnen we weggooien, die hebben we niet meer nodig. En daarna gaan we op de bovenste laag, gaan we Ctrl-V doen. We doen dan Ctrl-T. Met Alt en scrollen met de muis maak ik hem even wat kleiner. En dan ga ik hem naar binnen halen. Zo. En dan zet ik hem hier neer. Ik ga dan hem hier met de 100% ga ik hem even wat lichter maken. Want dan kan ik hem beter zien met wat ik doe. Nou, je ziet hier dus de schaduw van de benen van de meneer. Die wil ik daar ongeveer wel houden. Nou, dat gaat niet echt lukken wat ik wilde. Ik doe het even zo. Dan zal ik dat straks even moeten klonen. En dan even kijken, trekken we deze ook een stukje er binnen toe. Zo. En daarna klikken we op Enter. We gaan dan met Ctrl klikken we op dit plaatje. We doen dan met de snelle selectie rechtermuisknop selectie omkeren. We gaan dan naar deze laag en daarna klikken we op Delete. Daarna gaan we deze op 100% zetten en dan zie je dus dat het strand is toegevoegd aan het water. Ik doe dan even Ctrl-D en jullie zien nou dat het strand is toegevoegd. Ik ga dan op de bovenste laag, ga ik dan de kloon toepakken en ik doe dan hem wat groter maken. Ik hou Alt in, ik kloon dit gedeelte en ik ga hem dan hier klonen. Zo. Dan ga ik dit gedeelte van het zand klonen en die voeg ik hier toe. En dat doe ik dus ook aan deze kant. Zo. Ik maak hem wat kleiner. Dat is trouwens de hekjes naast de letter P, aan de rechterkant van de letter P. Daarmee kun je de hekjes groter en kleiner maken. En dan ga ik dat gedeelte even opnieuw doen. Even nog kleiner maken. Zo. Zo. Nou, daar gaat het een beetje fout. Zo. En dan zie je dus dat we dit mooi netjes erin gezet hebben. Ja, en dan kun je eigenlijk zelf bepalen of je de achtergrond een andere kleur wil geven. Ja, ik heb zelf nog een meeuw erin gezet. Ja. En, maar ja, dat is natuurlijk heel je eigen keus. Ik ga op de bovenste laag staan en dan doe ik Ctrl-V. En dan kun je die meeuw hierin plaatsen. Doe je Ctrl-T en met Alt of met Shift kun je hem dan
wat kleiner maken. Zo. En daarna klik op Enter. En dan is dit het resultaat. Een leuke les. Je hebt hier wat geleerd. En ik spreek je snel. De groetjes. Hai hai.